Goedemorgen mensen, ik ben nu lekker thuis en ik dacht ik ga vandaag weer filmen. En zijn een paar meisjes hier. What? En ze gaan mij een soort van volgen, documentaire, dus het is superleuk en spannend! Ik ben YouTuber, ik maak filmpjes op YouTube en dat doe ik eigenlijk om mensen te entertainen en van mijn eigen leeftijd en probeer mensen aan het lachen te maken. Oké, ik ben nu aan het lopen en ik ga zo meteen een paar kijkers van me ontmoeten. Wat superleuk is, vet spannend, oh my god. Hallo? Hallo! Saka! Hallo! Wat leuk, daar zijn we dan hoor. Ja! Ik merk gewoon tegenwoordig dat er zoveel meer mensen vloggen. Omdat het is nu een soort van dingetje wat in is. Het is niet meer voor de gekke kinderen die denken van laat ik maar even filmpjes gaan maken. Maar het begint echt veel populairder te worden, ja. Ik vind het ook heel raar om te zeggen dat ik fans heb. Ik noem het ook maar kijkers, want ik vind fans echt een soort van arrogant woord. Ik zeg van ja, Justin Bieber heeft fans. Ik heb kijkers. Zo bleek het een beetje later ook. En ik zie ze ook eigenlijk gewoon meer van als een soort van vriend of vriendinnen via, ja, die mij bewonderen, een soort van heel raar. Ik vind het nog steeds heel raar om het over te hebben. Ze betekenen wel veel, want ze laten ook wel zien of ze je video's leuk vinden of niet. Maar het is, ze spelen wel eigenlijk, ja, zonder dat ik het door heb, wel een belangrijke rol in mijn leven, ja. Oh, het is een filmpje! Oh nee! Hij is gewoon super grappig en hij is heel apart en dat vind ik ook gewoon leuk, want hij doet gewoon zijn eigen ding. Bradley is gewoon, ja, heel grappig en zijn video's zijn heel leuk en ja, hij maakt me altijd vrolijk. Ik vind hem volgens het leuk omdat je dan, ja, zijn leven ziet, zeg maar, en dan ook meemaakt wat hij allemaal doet. Ik denk dat het succes van vloggen vooral komt vanwege de persoonlijkheden van mensen en dat mensen een soort van herkenning hebben van oh, dat vind ik heel leuk om te zien. Als iemand vlogs maakt over hoe je bijvoorbeeld stemmen inspreekt en je interesse ligt daar, is het natuurlijk super leuk om mensen te volgen die dan dat soort dingen doen. Mensen gewoon een rotonde! Doe het nou! Hoi mensen, welkom bij een nieuwe video op Bradley is Abor Live! Hoi! En ik ben nu gezellig met Emma. Wij nemen jullie vandaag mee in de auto. Deze wilde nacht. Gezellig! De tips voor mensen die ook willen gaan vloggen, ik zou zeggen, zorg dat je er plezier in hebt en dat je het echt leuk vindt om te doen. Doe het niet omdat je denkt van, oh, je kan er tegenwoordig geld meer verdienen, dus echt YouTube money is, weet je wel. Nee, niet doen. Je moet het echt gewoon leuk vinden om te doen. En doe het ook gewoon voor jezelf, dat je het zelf leuk vindt om te doen. Niet dat je denkt van, ik moet volgers hebben, ik moet zoveel mogelijk, ik moet bekend worden, ik moet dit doen. Ik zie wel dat steeds meer mensen dat doen, dat mensen die op YouTube zitten, die dat echt alleen maar doen om aandacht te krijgen. Dit was weer de dag hier op de kinderboerderij. Was leuk. Yeah. Ja. Het was vet gezellig. Maar wij gaan er weer vandoor. Is er nog iets voor? Oh my god. Echt? Ja. Oh, dankjewel. De B. Yes. Oké, maar ik ga er vandoor. Doei. Dag jongens. Doeg. Dat is het. Lekker zwaaien. Blijf je zwaaien. Ja. Effect. Woe.